Liefde is blind, zeggen sommigen. Maar ik zeg liever, liefde overwint alle tegenslagen en overschrijdt alle grenzen. De meesten dachten dat deze man nooit een partner zou vinden. Iemand die bereid zou zijn haar leven met hem te delen. Inclusief hijzelf. Maar hij deed het toch en jeetje, zijn vrouw liet iedereen verbaasd achter. Grigori Prutov. Grigori werd geboren in Vladivostok, Rusland, en tijdens zijn kinderjaren leek alles normaal te zijn. Hij was een gezonde baby die zich gestaag ontwikkelde. Maar tegen de tijd dat de meeste kinderen leren lopen, leek Grigori heel wat moeilijkheden in zijn kleine lichaam te ondervinden. Zijn ruggengraat kromde zich op een vreemde manier en zijn benen wilden gewoon niet meewerken. Hij kon alleen rechtop staan als hij zich ergens aan vasthield en was erg onstabiel. Maar het ergste was dat hij midden in de nacht gillend wakker werd van de pijn in zijn rug en ribben. Na enkele doktersbezoeken en talloze onderzoeken werd de meest afschuwelijke diagnose vastgesteld: spinale musculaire atrofie. Dit betekent dat het lichaam van Grigori langzaam maar zeker achteruit zou gaan. Zijn spieren, vooral de spieren rond zijn ruggengraat, zouden afsterven en uiteindelijk zou hij zelfs de meest elementaire bewegingen niet meer kunnen uitoefenen, zoals lopen, grijpen en zelfs rechtop zitten. Het is een genetische aandoening en op de een of andere manier was de kans 1 op 1 miljoen dat dit gen bij Grigori terechtkwam. Spijtig genoeg bestaat er nog geen geneesmiddel voor. De ouders van Grigori waren radeloos, vooral toen de dokters hun vertelden dat hun zoontje waarschijnlijk niet ouder dan 5 jaar zou worden. Het is het slechtste nieuws dat een ouder kan krijgen, namelijk dat hun kind hen waarschijnlijk niet zal overleven. Bij elk ziekenhuisbezoek was het medisch personeel verbaasd Grigori weer te zien. Wat, leef je nog, zeiden ze dan, want Grigori leek alle verwachtingen te overtreffen. Ze probeerden elke mogelijke behandeling om Grigori te helpen, van intensieve fysiotherapie tot stamceltransplantaties. Niets leek echter te werken en de jongen raakte het stilaan beu een medisch proefkonijn te zijn. Hij had voortdurend pijn en hoorde steeds dat zijn levensverwachting niet gunstig was. Maar ondanks dit alles was de jonge Grigori een vechter en hij besefte al heel vroeg dat hij geen genoegen wilde nemen met een vooropgestelde losbestemming. Hij zou strijdlustig zijn en zelf bepalen hoe hij deze wereld zou verlaten. De ziekte zou niet de baas over zijn leven worden. Hij kwam op het idee een huurmoordenaar in te huren die hem vanuit het raam in een tegenoverliggend gebouw zou neerschieten, net zoals in de films gebeurt. Hij vertelde zijn ouders en broer over zijn plannen en ze waren geschokt. Het idee hem te verliezen deed hem pijn, hoe zwaar zijn leven ook was. Grigori grapte erover en zei dat hij in ieder geval zou beginnen met sparen om de huurmoordenaar te betalen. En als hij zich dan zou bedenken, zou hij hun al het geld geven zodat ze hun appartement konden renoveren. Je merkt hier al hoe sterk de wil van deze jonge man was en ook zijn vermogen om de dingen niet al te serieus te nemen. Als het leven je citroenen geeft, maak je limonade en vier je een feestje, leek zijn levensmotto te zijn en hij glimlachte moeiteloos. Ik heb echt bewondering voor deze positieve ingesteldheid. Het is gemakkelijk om blij te zijn als alles voorspoedig verloopt, maar om ook opgewekt en positief te zijn als alles tegen lijkt te zitten, wel, daar is kracht en vastberadenheid voor nodig. Maar de realiteit viel nog steeds niet te ontkennen en Grigori zat vast in een lichaam dat niet deed wat hij wilde. Hij had continu verzorging nodig en bleef het grootste deel van de tijd in huis. Zijn ouders namen grotendeels zijn verzorging op zich door hem te voeden, te baden en een wandeling met hem te maken, wat nog wel enigszins doenbaar was toen hij nog een jongetje of zelfs een tiener was. Maar toen Grigori ouder begon te worden, begon de zorg steeds zwaarder op de schouders van zijn ouders te wegen. Ook voor Grigori was het moeilijk en hij had het gevoel dat zijn ouders hem als een kind behandelden, maar hij wist ook dat hij volkomen van hen afhankelijk was. Vooral de winters waren zwaar omdat hij dan niet echt naar buiten kon. Door de kou kon hij een verkoudheid oplopen die dodelijk kon zijn door zijn lage weerstand. Dus alleen in de zomer kon hij naar buiten gaan, in een rolstoel natuurlijk, voortgeduwd door iemand anders. Wat zou jij doen als je dit zou meemaken? Ik denk dat we nu wel een beetje weten hoe dit voelt, met alle beperkende maatregelen waar we de afgelopen maanden mee te maken kregen. Al kunnen we natuurlijk van geluk spreken dat het niet ons lichaam was dat ons tegenhield om de vrijheid buiten te ervaren. Maar zoals velen gedaan hebben, wendde ook Grigori zich tot het internet als zijn toegangspoort tot de rest van de wereld. Als middel om contact te leggen, bij te leren en zich te uiten. Hij bracht veel tijd achter de computer door en naast vrienden maken daar hoopte hij ook dat hij dankzij het internet iemand kon ontmoeten die zich even eenzaam voelde als hijzelf en waarmee hij een diepe connectie kon opbouwen. Hij schreef dat hij iemand zocht, op iemand wachtte en hij schreef online onder zijn openbare profiel een zin, een stukje tekst dat zijn leven voorgoed zou veranderen. Er stond: ik ben een dagdromer tot in het diepste van mijn ziel. Dan verschijnt Anna. Meer dan 3000 kilometer van Vladivostok, in een piepklein plattelandsdorp in Kazachstan, was Anna op het internet aan het surfen toen ze het bericht van Grigori tegenkwam. Het raakte haar en ze was meteen gefascineerd. Wie was deze man die zulke hartverscheurende teksten kon schrijven? Anna had zich nog nooit zo gevoeld, ze was altijd het buitenbeentje geweest. In haar jeugd had ze zich nooit mooi gevoeld en later in haar leven, als ze met vrienden uitging, keken mannen nooit naar haar. Rond haar 21ste had ze alle hoop opgegeven om zelfs maar een vriendje te vinden, laat staan de liefde van haar leven. Al haar leeftijdsgenoten in haar omgeving gingen relaties aan, trouwden, dachten aan baby's, maar zij was nog steeds alleen. Ze voelde zich lelijk en als ze uitging hoorden ze mensen achter haar rug afschuwelijke woorden fluisteren, zoals vogelverschrikker, grote neus en nog vele andere vreselijke beledigingen. Het was pijnlijk voor haar en het leven was zwaar voor haar. Ze was het toonbeeld van een lelijk eendje zonder haar eigen schoonheid te zien. Anna dacht dat ze altijd alleen zou blijven, tot ze die ene zin online las. Ze zat achter de computer, met haar handen op het toetsenbord, begon te huilen en vroeg zich af of er nog iemand was die net zo eenzaam was als zij. Toen zag ze het, precies dezelfde woorden die ze altijd tegen zichzelf had herhaald, een van haar levensmotto's. Ik ben een dagdromer tot in het diepste van mijn ziel. Ze keek aandachtiger, zag de grote vriendelijke ogen van Grigori, zijn sterke gezicht en ze was meteen smoorverliefd. Grigori had nog meer geschreven en elke zin was nog ontroerender dan de vorige. Anna verslond het allemaal en al gauw kwamen ze met elkaar in contact en schreven ze vele berichten over en weer. Na een tijdje werd duidelijk dat ze meer wilden dan alleen virtueel contact. Ze wilden elkaar in het echt ontmoeten. Dus stapte Anna op een vliegtuig en reisde vele kilometers om Grigori te ontmoeten. Ze was eerst geschokt toen ze hem zag. Ze had nog nooit gehoord van de ziekte spieratrofie of mensen ontmoet die een vergelijkbare ziekte hadden. Maar het uiterlijk was nooit belangrijk voor haar geweest en ze kon voorbij dat alles kijken en de echte Grigori zien. Natuurlijk had ze al een idee gehad, want ze hadden elkaar al maanden foto's van zichzelf gestuurd. Ze wist waar ze aan begon, maar liet zich door niets of niemand tegenhouden. Hun eerste kus was een verhaal op zich. Ze vonden elkaar duidelijk allebei leuk, maar op de een of andere manier wachtte Anna tot Grigori de eerste stap zette. Dat deed hij echter niet, dus dacht ze dat hij haar niet leuk vond. Maar hij kon het gewoon lichamelijk niet, dus toen hij haar dit vertelde, bewoog ze naar hem toe en dat was hun eerste kus. Het begin van een unieke en langdurige band tussen de twee. Hun liefde ging voorbij het uiterlijk, voorbij de lichamelijke beperkingen en werd met de dag sterker. Ze beseften al gauw dat ze voor elkaar bestemd waren. Anna wist dat ze Grigori kon vertrouwen, dat hij haar zag zoals ze echt was en dat hij er altijd voor haar zou zijn. En Grigori op zijn beurt wist dat Anna van hem hield zoals hij was, hem volledig aanvaarde en zich niet blind staarde op zijn tekortkomingen. De ouders van Grigori waren aanvankelijk sceptisch en bewaarden een afstand. Maar al gauw warmde hun hart op voor Anna en zagen ze hoe goed ze voor hun zoon zorgde. Ze nam alles op zich, het voeden, het baden en het verzorgen, waardoor ze niets anders voor hun zoon hoefde te doen dan hem lief te hebben. Ze waren verbaasd toen ze langzaam begonnen te beseffen dat ze echt was en ze het 100% meende. Dit lijkt een sprookje, nietwaar? Ik ben verbaasd en zo blij te weten dat deze liefde in de wereld bestaat. Als we elkaar gewoon allemaal met respect en vriendelijkheid zouden behandelen, verder zouden kijken dan het uiterlijk en iedereen werkelijk zouden aanvaarden zoals hij of zij is, dan zou deze wereld er veel beter uitzien. Er moest natuurlijk een huwelijk komen tussen Grigori en Anna en Grigori was dolblij. Al sinds hij een kind was had hij zelf een gezin willen hebben, maar nooit had hij gedacht dat het hem ook echt zou overkomen. Het was een wonder, al zijn dromen kwamen uit. Intussen kon de buitenwereld het niet geloven. Toen het verhaal bekend werd dat de twee gingen trouwen, viel ieders mond open. Trouwde zij met hem? Hoe was dit mogelijk? Was hij superrijk of zo? Of was hij ook ziek? Mensen kunnen online heel gemeen zijn, zoals je waarschijnlijk wel weet, en er kwam online een ware mediastorm op gang. Maar ze lieten zich er niet door tegenhouden of gekwetst door voelen en de dag van hun huwelijk brak aan. Anna zag er prachtig uit en de ogen van Grigori lichtten op als alle sterren aan de hemel toen hij haar zag. Zij straalde en was intens gelukkig op deze bijzondere dag. Hun families waren aanwezig, evenals een enorme groep vrienden en het werd een magische en perfecte dag. Na het huwelijk begon voor Anna en Grigori het gewone getrouwde leven. Het kostte ze veel moeite om een woning te vinden, maar uiteindelijk konden ze een appartementje kopen. In plaats van de gemene online gemeenschap te schuwen, bleven ze de mogelijkheden van het internet omarmen en begonnen ze intensief te vloggen over hun leven. Ze deelden alles, van hun huishoudelijke problemen, hun renovatie tot hun meest wonderlijke nieuws dat Anna zwanger was. In 2017 werd Alyosha geboren, een gezonde jongen en ze waren allebei dolblij. Ze overtroffen alweer alle verwachtingen en Anna en Grigori deden hun uiterste best om samen een leven op te bouwen en hun liefde met de wereld te delen. Kijk op hun YouTube-kanaal als je benieuwd bent hoe het nu met hen gaat en geef deze video een like als dit verhaal je ook inspireerde. Ik hoop je weer te zien bij onze volgende video.